Ik heb net met Gideon samen een presentatie gegeven voor Wij krijgen kip in Gielbuit deze ochtend. En dat ging over alle misverstanden die in de wereld zijn over duurzame energie. En over alle mogelijkheden die er zijn om het dus eigenlijk wel te doen. Ja, ik ben hier eigenlijk alleen maar om te kijken. Als onderdeel van mijn onderzoek naar het ontstaan van intermediërende platforms. En daarbij kijk ik naar Wij krijgen kip als een voorbeeld. Ja, net een presentatie gegeven die gaat over wij moeten naar duurzaam. Met alle mogelijkheden die daarbij horen. Duurzaam is niet duurder dan niet duurzaam. Duurzaam is goedkoper. Op dit moment kun je hele goede zonnepanelen al krijgen die 25% efficiënt zijn. Als we daar onze daken mee volleggen, dan zijn we 100% duurzaam. Dat kan nu al. Leuk om te zien dat de mensen ook zeggen van oh, kan dat ook allemaal en is het allemaal mogelijk. En nou ja, eigenlijk kan het dus gewoon. Dus waarom niet? En het 68e energieontbijt was weer een groot goed succes. Met dank aan Gideon en Dave voor het prachtige verhaal. Over 2 weken is iedereen weer uitgenodigd op het mini-rondeel om bij de kippen te komen ontbijten.